Dag iedereen, dit is de boodschap voor Sterrenbeeld Waterman van 7 tot 13 juni 2021. Uw creativiteit speelt u soms parten. U wilt zoveel richtingen uit en u weet gewoon niet waar de voorkeur aan te geven, waar voorrang aan te geven, waar prioriteit aan te geven, want u overstroomt als het ware van ideeën. Toch weten wij dat als u een lijstje zou maken van alles wat u zo boeit en aantrekt en wat u wil omzetten in de praktijk, er toch enkele zijn die er het meest bovenuit springen. Het is dus ook zaak om even alles op een rijtje te zetten en altijd goed aan te voelen en te visualiseren wat het u kan brengen en hoe u er zich bij zal voelen. Doe deze techniek en elimineer zo alles op uw lijst waar tot u zal komen tot 3, 2 of misschien zelf maar 1 groot passie, groot project. En dat kan u dan verder uitwerken en het zal u het meeste vreugde brengen op dit moment in uw leven. Zo, dit was uw boodschap van deze komende week. Ik hoop dat het u inzicht en steun kan brengen. Vergeet zeker niet deze video te liken en u te abonneren als u dat zou wensen, zodat u geen toekomstige video's meer zal missen. Als u zelf met vragen zit over uw leven, liefde, werk, relaties of andere onderwerpen en u zou graag zelf eens een sessie hebben met mijn gidsen, dan is dit altijd mogelijk. U kan mij contacteren via mijn website op www.sterrenlichthealing.be of u kan mij altijd een bericht sturen. Dank u!